Welkom bij een nieuw episode. Het Duitse uniform en uitrusting. Ik heb net vlog 21, een deel van vlog 21 gemaakt. Dit had ik unboxed, brandtassen. En hier is eindelijk het pakketje van het Duitse uniform slash uitrusting. Nieuwe episode. Jullie hebben veel op het YouTube kanaal Canadese en Engelse uniformen gezien. En ik vond het wel tijd om ook de vijand te laten zien. De Engelsen en de Canadezen en de Amerikanen vochten tegen een vijand. En dat waren de Duitsers. En onder andere de Duitsers. En ik had een uniform nodig voor een expositie over Apeldoorn. En Apeldoorn is een Nederlandse stad in Nederland. En daar waren ook Duitsers gelegerd. Daar had ik een uniform voor nodig. Dus ik neem jullie mee in het hele verhaal. Van de Duitse uniform. Hoe dat in elkaar zat, hoe dat eruit zag, wat voor uitrusting zij hadden, hoe ze met camouflage omgingen en dat soort dingen. Daar ga ik zoveel mogelijk proberen over te vertellen. Dit is de eerste deel, zeg maar. Daarna komt het tweede deel, ga ik wat duidelijker vertellen over het Duitse uniform. Wat zit er allemaal op, welke emblemen, welke aanduidingen. En dan zodoende gaan we zo verder. Ik heb nogmaals niks met nazi's te doen. Dit YouTube kanaal is van het Oorlogsmuseum Warriors 305 en de Seaford Highlanders of Holland Living History Group. Nou, dat eerste dat heeft ook te maken dat ik dit heb gekocht. Het Oorlogsmuseum bestaat niet meer, maar toch doen we exposities. Dus we hadden ook een Feyenoord uniform nodig. Dus bij deze maak ik het pakket open. Dan zit hier een Duitse helm. Ik zal zo vertellen wat voor type het is. Duitse helm. Hier het jasje van een uniform. Zal ik ook nog wat taken vertellen, meer over vertellen. En natuurlijk de afzendbewijs. En het welbekende visitekaartje. Dat was het. Ik heb alles even op het pop gezet. En nu ga ik jullie even uitleggen. Dit is een M36 uniform. Dit is vroeg oorlogs. Vroeg oorlogs houdt in dat het aan het begin van de oorlog is. Dit is het ijzeren kruislint. Tweede klas. Borstadelaar. Met het haakkruis erop. Ik wil nog even wat zeggen. Ik ben geen nazi of zo. Ik verheerlijk het ook niet. Wat wel zo is, is dat ik het wel belangrijk vind dat de geschiedenis goed verteld wordt. En dat er ook een vijand tentoongesteld moet worden. Dus daarom heb ik dit Duitse uniform gekocht voor mijn expositie. Het is wel een replica jasje. Dat weer wel, maar het is een goede film aanmaak. Ik ben Militaria for You gehaald. Ik zal ook het linkje onder deze video plaatsen als die geüpload wordt. Het visitekaartje zat er ook in de doos. Goede levering. En wat zelfs nog zo is, ik had drie dingen gekocht. De helm, het jasje en deze embleem. Als je dit uniform koopt, moet het eerst naar de kleermaker. En wat hebben ze dus gedaan? Voor mij het embleem er al opgenaaid. Dat is natuurlijk extra service. Hele goede service. Ze hebben het uniform mooi in elkaar gezet. Daar ben ik hartstikke blij mee. En goede kwaliteit ook. En ik ben er hartstikke blij mee. Dit is de M35 staalhelm. Dit is ook vroeg oorlogs. De M staat voor model. Net als de M36. De M staat voor model. En het cijfer erachter staat voor, in dit geval, M35, 1935, 1936. En hebben we hier de schouderepiletten. En er zit een witte bies omheen, een witte streep
En dat zie je hier ook op de kraagspiegels. En dat staat voor infanterie. Rood is artillerie. Roze is panzerinfanterie. Volgens mij is paars sanitaire. Sanitaire betekent medic troepen. En dan heb ik hier een embleem van een gefreiter. En een gefreiter is eigenlijk een korporaal. Dus dit is het Duitse uniform van een Duitse korporaal. We gaan nog meer uitrustingstukken kopen, aanschaffen. En dan gaan we weer verder met deze nieuwe episode. Dit is deel 1 van episode Het Duitse Uniform. Blijf natuurlijk abonneren en tot ziens. In het begin van deze video heb je gezien dat ik de Duitse helm en het uniform had unboxed. Nu gaan we de Duitse helm kippengaas geven voor camouflage. Dit werd veelal gedaan door de Duitsers. Er werden ook kabels van de telefoonlijnen werden er gebruikt als helmnet, kippengaas, noem maar op. Alles wat voorhanden was, gebruikten ze. Ik heb de kippengaas al een beetje om de helm heen gedaan, want het is heel moeilijk filmen zo. En ik wou even weten of ik genoeg kippengaas had. Wat je eigenlijk doet, is de helm, eerst de kippengaas neerleggen, dan de helm erop en eigenlijk eromheen vouwen. Nu ga ik met een tang de overgetollige randjes eraf knippen, zodat het netjes afgewerkt is. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Zo. Even kijken. Zo, en dan ga ik het een beetje zo eraf knippen. Gaat wel lang duren. En dan knip je eigenlijk de restjes eigenlijk eraf. En dan heeft hij een mooie vorm. En het maakt ook helemaal niet uit of de krasjes opkomen. Want die Duitse helmen bleven ook niet nieuw. Geen enkele helm trouwens. Ik doe dit niet bij een originele helm, dat is gewoon zonde. Dan krijg je wel allemaal krasjes als het origineel is. Maar ga gewoon met je helm, als het een replica is of na oorlogs, gewoon om. Zoals ze het toen ook deden. Toen waren ze ook niet voorzichtig met hun helm. Dan gooiden ze het ook gewoon neer. Het maakt het echt niet uit of er een krasje op kwam hoor. Dit is een gelukkige replica helm. Goed. Afknippen. En ombuigen. Nou, jullie hebben het al een beetje gezien hoe ik het gedaan heb, als het goed is. Ik knip gewoon de randjes eraf. Zo. Ga ik eventjes verder. Dan zal ik jullie zo het eindresultaat. En uiteindelijk is dit het eindresultaat. Een M35 staalhelm met kippengaas. Pas wel op, voor de randjes knipt hij goed af. Ga ik daar ook nog even mee verder. Pas op goed voor de scherpe handjes. Je ziet ook dat ik hier een wondje heb. En op mijn vinger ook. Dus pas goed op. Maar dit is een mooie helm zo. Hier tussen deden ze vaak takken met bladeren voor camouflage. Hij is niet helemaal mooi gevormd. Ik ga daar nog wel verder. En dan is hij af.
Top dat jullie weer kijken naar deze nieuw deel van de episode Duitse uniform. Zoals je ziet heb ik het Duitse uniform op de etalagepop in de tuin staan. Dat heeft een reden. We gaan dit uniform verouderen en met vuur. En dit moet op een verantwoordelijke manier gebeuren. Dat kunnen we niet binnen doen. Ik zeg wel bij dit, als je dit doet, beste kijkers, doe dit onder begeleiding als je jonger bent. En dit is natuurlijk wel met vuur en als je uniform in de fik vliegt, dan is het natuurlijk op eigen risico. Eigenlijk wat we doen, is dit een beetje verouderen. Je ziet hier al een beetje dat het een beetje verbrand is. Dat wil je eigenlijk, dat een beetje verbrand wordt en een beetje verouderd wordt. Dat zie je bij veel originele uniforms. Ik wil wel erbij zeggen, ga dit niet verkopen als een echt exemplaar. Ga geen mensen hiermee oplichten. Dat doen we gewoon niet. Dit is een dit uniform ga ik voor een expositie gebruiken. Dus dan wil ik natuurlijk zo oud mogelijk en zo authentiek mogelijk dat het gezien wordt. Dat het ook oud lijkt. Dus als mensen zien dat ze denken van ja, dit is een echt uniform. Ik zeg natuurlijk wel dat het een replica is, maar het moet natuurlijk wel ouderwets lijken. Dus daarom gaan we het uniform wel verouderen. Want natuurlijk, een Duitser die heeft natuurlijk in Rusland gevochten, in Polen. En natuurlijk blijft het uniform niet zo mooi zoals hij nu is. Je ziet ook wat voorbeelden. Weet je dat bruine, dit is heel erg verbrand. En dit weer niet. Dat wil je natuurlijk zien. In de vorige video heb ik laten zien dat ik Duitse uniform heb met kippengaas. Dit is een voorbeeld met neppe planten. En je kan natuurlijk bij deze, het is natuurlijk een replica. Dit is natuurlijk een replica helm. Je hebt natuurlijk een echte stuk plant. Die doe je er gewoon tussen. Nou, waarom haal ik dit aan? Omdat hier een originele Brodyhelm ligt met een originele helmnet. Als je hier namelijk echte planten in gaat doen, hier zit natuurlijk vocht in. Als je hier daartussen gaat doen, gaat het natuurlijk schimmelen. Die plant, de echte plant. En dan gaat je helmnetje ook gewoon kapot. Dus daarom heb ik op mijn Brody, ik kreeg daar veel vragen over. Op mijn Brody heb ik neppe planten tussen mijn helmnet voor camouflage. Bij deze kan het natuurlijk wel echte, want het is natuurlijk replica. Dus zodoende. Nou, wat we eigenlijk gaan doen, is eigenlijk de aansteker heel kort op het Duitse uniform. Je ziet ook. Het krijgt natuurlijk een beetje een bruine kleur. Als je heel goed ziet. Dat wil je hebben. Dat wil je hebben. Je gaat natuurlijk gewoon zo. Niet te lang overheen. Gaan we alles zo verouderen. Niet te lang. Als je te lang doet, dan brand je er doorheen. Kijk, die mooie oude look. Zie je het verschil hier? Dat wil je. En ik ga het natuurlijk heel kort doen, want anders wordt de video heel lang. Maar vooral hieronder, heel kort. En natuurlijk de plekken. Kijk. Kijk, hier zijn nog stiksels. Die niet goed genaaid zijn. Hier, kijk. Hier zie je het heel goed. Het verschil. Je ziet het ook wat ouder, hè. Goed. De mouw. Het hoeft niet overal. Gewoon een beetje zigzaggen dat je het wel ziet. Kijk. Dat verbranden. Dat zie je heel mooi terug. Het is een beetje bruin. Een beetje gesmolten. Dat wil je natuurlijk. Zo maak je een mooie uniform voor een expositie. Het is wel een replica uniform, maar en natuurlijk, het lijkt natuurlijk net echt. Voor een expositie is dat natuurlijk mooi. Ik wil er nog even bij zeggen, er is een pakketje onderweg
met diverse uitrustingstukken. Je ziet hier en daar zie je dat beetje dat bruine, dat veroudering. Kijk, dat zie je nu al. Als je heel goed kijkt. Dat is natuurlijk mooi. Dat wil je natuurlijk hebben. Er is al een pakketje onderweg, maar ik wou nog een filmpje er tussendoor doen. Kijk, dit is mooi. Gewoon kort erop, niet lang. En je kan het ook op de schouder epauletten. Doe maar mooi zo. Kijk, prachtig, prachtig. Dit heb ik natuurlijk ook gezien op een video. Dat ze dit mensen dit deden. Ik heb het natuurlijk al eerder gedaan. Ik heb zelf een oorlogsmuseum gehad. Eigenlijk wat je doet is de haartjes wegbranden. Die haartjes jeuken ook. Die brand je weg en dan komt er een soort van bruine kleur. En dat is gewoon heel mooi. En dat gebeurde eigenlijk bij de Duitse uniforms. En die sleten nog wel eens. Nou, ik ga dit filmpje afronden. Het volgende pakket is onderweg. Die heb ik vandaag besteld. Helaas niet morgen in huis, dat gezegde. Maar ik ga weer verder filmen als het klaar is. Ik ga natuurlijk even verder. Maar het ziet er nu al vet uit. Je ziet hier al die bruine plekken. Dat het verbrand is, dat het verouderd is. Hartstikke mooi. De uniform staat weer binnen. En het volgende wat ik ga doen is de knoopjes een beetje schuren. Je ziet dat ze hier groen zijn. De mate dat de oorlog duurde ging het een beetje sluiten. Werd het een beetje zilver. Dus ik ga nu de knoopjes een beetje lichtelijk schuren. Zodat daar een ijzeren laag op komt. Zo zie je. Zo. Niet te veel. Omdat er natuurlijk zweet op je handen zit. En de knoopjes elke keer gebruikt. Zweet gaat irriteren op de lak van de knopen. En dan krijg je een beetje een zilveren laagje. Dus ik ben nu dat ik een nabootje ben. Hier zie je ook de vlekken van de verbranding. Die ik net heb uitgevoerd. Die je in het vorige filmpje zag. Nou, nu ga ik alle knoopjes doen. Deze knoopjes ga ik ook doen. Dan wordt het een heel mooi verouderd uniform. Zo. Dan ga ik eventjes verder. En in het volgende video laat ik jullie het eindresultaat zien. Top dat jullie weer kijken bij een nieuw deel van deze episode, het Duitse uniform. In de vorige video hebben jullie gezien dat ik de knopen heb geschuurd. En wat wel grappig is, is dat ik deze Duitse splintarn jas nog had. Het is eigenlijk een winterjas. Die jas die werd gebruikt in wat koude omstandigheden. Die werden achter op het A-frame meestal dubbel gevouwen als het lekker weer was. Dan droegen de Duitsers die niet. Het is een splintarn camouflage. Een hele mooie camouflage. Deze jas laat ik nu zien. Omdat wat me opviel. Is dat deze knopen al een beetje ijzeren laagje heeft. Dat komt gewoon. Doordat ik deze jas 4 jaar lang heb. Deze jas die heb ik als eerste aangekocht. Bij Militaria for You. Als eerste aangekocht bij hun. Dus deze website, daar bestel ik heel vaak. En dat was mijn eerste pakketje bij hun. Kijk, ik mis al een knoop hier. En deze jas, die kun je omkeren. Dus hij heeft 2 camouflages. Wit en splintarn. En ik laat jullie dat nu zien. Zo, ik heb die jas even omgedraaid. En dat is gewoon de mouwen trekken. Dan krijg je de wintercamouflage. Ook hier zie je dat ik de wintercamouflage heb ik maar 2 of 1 keer gedragen. Dat was een paar jaar terug. Die kwam 3 jaar geleden. Dan zie je ook dat de knoopjes lichtelijk
het ijzer ziet. Niet heel veel vergeleken de andere kant wat je net zag. Dus dat betekent gewoon doordat je het draagt, doordat je knopen elke keer gebruikt, het vasthoudt door het zuur en het zweet wat op je handen zit, dan slijt je die knopen. Hieronder zit het uniform. En daar heb ik ze geschuurd om het proces wat te versnellen. Zo zie je waar je, het is een wintercamouflage jas. En daaronder zit de splintarn camera. Dus ik heb hem gewoon omgedraaid. Het is gewoon een jas met twee kanten. En wat ook fijn is, hij heeft aan allebei de kanten heeft die zakken. Dus dat is fijn. Alleen je moet eraan denken als je hem omdraait, die jas. Dat je, als je hem weer naar splintarn camouflage doet, dat je hem weer je spullen aan de andere kant moet doen. Met een capuchon, handig. Nou, nu ga ik wachten op een pakketje. Die is een steentje binnen. Die komt morgen binnen. En dan maak ik een nieuw deel voor de vlog. Dus daar gaan we even op wachten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe warm deze jas is. Nou, ik kan je vertellen, deze jas is behoorlijk warm in de winter. De Engelsen hebben een soort van mantel. Dat is gewoon ja, onhandig. Die heb ik daar liggen. En de Duitsers die hadden een hele grote voorsprong op zowel technologie. En die dachten daar gewoon over na. Over dat de jas bijvoorbeeld omkeerbaar is en dat je dan aan de ene kant camouflage hebt. De Duitsers die dachten daar veel meer over na dan de Engelsen. En de Engelsen en de Canadezen die hadden het meer een beetje van de Eerste Wereldoorlog nog, al dat spul. Ook de helmen, de kleding. Het was allemaal niet echt helemaal doorgevoerd, zeg maar. Het was niet helemaal echt uitbedacht. Het was gewoon simpel, net als de Eerste Wereldoorlog. Die Duitsers die hadden dat wat beter voor elkaar. Ze hebben wel de oorlog verloren, maar qua wapens, voertuigen en kleding hadden ze een hele grote voorsprong op de geallieerden. Dan zie je maar weer hoe handig dit is. En de uniforms, ja, wat moet ik zeggen, het ziet er gewoon heel keurig en netjes uit. Daarbij wil ik wel zeggen dat ik geen nazi ben, maar ik ben een, ik doe dit gewoon voor de hobby en het is gewoon zo. Iedereen zegt het. Dus de Duitsers waren wel de verliezers, sommige Duitsers waren wel heel slecht. Maar hoe ze eruit zagen, hoe hun uitrusting was, dat was natuurlijk gewoon kwaliteit. Nou, ik ga nu echt wachten op het pakketje en tot de volgende deel van de vlog. Zojuist is het pakketje aangekomen. Ik heb een dag langer moeten wachten, omdat het gisteren aangekomen is. En ik was rond 1 uur thuis van werk, dus ik ga hem nu voor jullie openmaken. Dus dit is zijn spullen voor het Duitse uniform, die daar staat. Zullen we even openmaken. Dit heb ik van Marktplaats. Hele mooie uitrustingen. Goedkoop kunnen kopen. Nou, de man vertelde mij waar ik van gekocht dat ik extra dingen zou krijgen. Daar heb ik niet voor betaald. Zijn gefrijte rangstrepen. Ik weet niet welke, dat zal ik nog even opzoeken. Dus volgens mij Uber gefrijte. Dat zijn Uber veldwebel rangstrepen. Heb ik gratis gekregen.
Oeberveldwebel is trouwens zand. Heb ik hier een pet-embleem. Ik zal even openmaken. Zakje halen. Ik moet het allemaal met één hand doen. Voor de pet. Voor de pet. En hier. Nog een pet embleem. En nog een gefreiter embleem. En dit is ook een gefreiter embleem. Ik denk dat die man bij militaire vuur gaat, want dit zat in het zakje. Maar ik heb deze pakket echt voor marktplaats. We hebben hier de Weermacht. Koppel met koppelriem. Gesp, Weermacht. Er staat God met ons, God is met ons. De Duitsers altijd. Dan hebben we hier de Jezi. Hele mooie. Hier de K98 pouwtjes voor de linkerkant, deze voor de rechterkant, om een replica. Dan hebben we hier de doos op de kant doen, een broodzak. Ik ga dadelijk laten zien hoe het allemaal in elkaar zit. En dit was het pakket. Dankjewel voor de donatie. Voor de spullen die ik gratis heb gekregen. Zo, en de uitrustingstuk heb ik zelf betaald. Ik heb de uitrustingstukken op het uniform gedaan. En dit is het eindresultaat. K98 pausjes. De koppel. De Jerry. En hier... de broodzak. Er kan nog veel meer uitrusting op. Zoals hier. Kan de A-frame ophangen. En dan kan daar een gasmaskerblik, een etensblik of een zeltbaan of die winterjas kan opgerold. Kan dat hier zo hangen. Misschien ga ik er ook nog voor kijken. Maar voor nu is het ook goed. En ik ga nu wachten op het volgende pakketje. Tot dan. Top dat jullie weer kijken. Dit is weer een nieuw filmpje. Van, ik heb weer een nieuw pakketje binnengekregen. Er zit uiteraard weer Duits materieel in. En het komt van Militaria for You. Waar ik eigenlijk altijd mijn bestelling doe. Ik ga deze even openmaken. Dat is wel lastig. Zo, dus open. Krantenknipsels. De retour. Brief voor als iets niet goed is. Het visitekaartje. Uiteraard. We hebben hier spuitbussen. Ga ik zo uitleggen waarvoor die zijn. 3 stuks. En dan hebben we hier haken voor de koppel. Die moet in de veldblouse. Duitse veldblouse. Zal ik daar ook laten zien waar ze moeten. En we hebben hier bretels. En die heb ik niet zomaar gekocht. Want ik heb hier een Duitse veldhozen. Veldhozen is eigenlijk een broek. Dat hoort bij mijn uniform. Nou, heb ik nog wat. Hier zo, hier heb ik mijn Duitse uniform. Ik heb wel wat verouderingen meer aangebracht. Dit heb ik dadelijk nodig. Dit touw heb ik ook dadelijk nodig. We gaan dadelijk eventjes in het volgende filmpje naar buiten. En dan ga ik je laten zien hoe we deze
replica M35 staalhelm in Normandië camouflage gaan spuiten. Je ziet hier een zwarte jas, dat is maar gewoon mijn jas. Ik heb geen kapstok, dus dan hangen we hem even over deze pop heen. Dus ik was hem even vergeten eraf te halen. Ik leg hem even hier op de grond neer. En ik heb mijzelf, ik heb er andere rangstrepen op gedaan. Uber, veldwebel. Wat ik wil gaan uitbeelden in de Duitse reenactment is een ervaren soldaat. Dus hij heeft een M36 uniform, M35 staalhelm, wat ik al eerder heb uitgelegd. Dus vroeg oorlogs. Maar zijn helm is Normandië camouflage en dat is in 1944 ontwikkeld. Dus een ervaren soldaat. Dus die al wat langer in dienst zit. En ik wil een scherpschutter uitbeelden. Duitse scherpschutter. En jullie kennen wel de film Enemy of the Gates. En als je die niet kent, dan moet je dat even opzoeken. Het is een film over de slag Stalingrad. En daar was een Russische sniper die vocht tegen een Duitse sniper. En de Duitse sniper was majoor Koenig. En die, dat was een majoor en die had een K98 rifle. En die heb ik ook gekocht. Die is ook onderweg, een K98. Dat is wel niet een originele K98. Maar die heb ik gekocht van een maat van mij. Die kennen jullie ook, Geert. En die heb ik dus toen gekocht. Daar ga ik een sniper van maken. Dus een scope erop. Dus ik ben een Uberveldwebel. Heel veel ervaren militairen. Dus een Uberveldwebel is eigenlijk een soort van sergeant. En die kregen dat soort taken. Omdat ze gewoon heel veel ervaring hadden. Dus ik ben ook best wel wat ouder dan de andere reenactors. Dus daarom heb ik die rang. Dus ik ben gewoon een ervaren Duitse soldaat ben ik aan het uitbeelden. Dus nu ga ik dit filmpje afsluiten. Maak een nieuw filmpje buiten. En dan gaan we de helm en deze gaan we overspuiten. Oké, we zijn nu bij het moment aangekomen dat we de M35 staalhelm gaan overspuiten. En de koppelslot gaan we ook overspuiten. Waarom gaan we deze overspuiten? Dat heeft te maken met camouflage. Dit schittert natuurlijk in de zon. Dus als je sniper bent en er hoeft maar iets uit te steken en de zon schijnt erop, dan ziet de vijand je. Dat is het idee dat ze dat toen ook deden. Hier staat inderdaad God met ons. Dat betekent God is met ons. Ik ben natuurlijk geen nazi. Ik vind gewoon dat we een vijand moeten laten zien. Dus ja, haar kruis staat er nu eenmaal op. Dan heb ik hier de M50 staalhelm. Die gaan we Normandie camouflage spuiten. En daar hebben we voor nodig. Army Industrial Print. Veldgrauw. Army Industrial Donkergelb. Dat is een beetje zandkleurig. Camera vallen in de doos. Army Industrial Donkergelb, die hebben we nodig. En Mods Brown hebben we nodig. Die kleuren hebben we nodig. Ik heb de kippengaas heb ik al van de helm afgehaald. En ik ga de doppen er even afhalen, want dat kan ik niet met één hand. En dan kunnen we beginnen. Oké. Ik heb de doppen er al afgehaald. Deze leg ik eventjes weg. We willen natuurlijk niet dat die ook gewoon gespoten wordt. We gaan eerst beginnen met de Army Industrial Paint Donkergelb. Dus de zandkleur. Dan gaan we beginnen. Je hoeft hem niet te schuren. Gewoon spuiten. Kijk hoe korrig die al wordt. Het is een hele goede spuitbussen. Hier aan de binnenkant zie je al dat de originele verf eraf bladert. Ik heb nog nooit meegemaakt met deze spuitbussen dat het verf meteen afbladert. Kun je ook gewoon met Militaria voor jou kopen.
Ik heb namelijk vaker een helm mijn man in je kamer gespoten. Ook heel vaak hebben mensen mij gevraagd, hey, wil je mijn helm spuiten of wil je mijn munitiekist spuiten? Ja hoor. Dat heb ik toen wel gedaan voor mensen toen ik het museum had. Kijk, en nu lijkt het net Afrika-korpshelm. De Duitsers hebben ook in Afrika gevochten. En toen hadden ze geen spuitbussen, maar toen hadden ze een hele grote aggregaat met een slang en die spoot dan vuurtuigen. En dan kwamen de Duitsers langs en die zeiden dan tegen die mensen die de voertuigen aan het spuiten waren, hey, wil je mijn helm spuiten? En toen, zo zijn sommige helmen gespoten. Ja. En goed. We moeten het een beetje zo filmen. Ik vind het nu al mooi. Maar zo wil ik het niet. Dus gaan we hem laten drogen. Dus wachten. Wachten en dan gaan we de andere spuiten. Maar eerst kunnen we dit natuurlijk eerst doen. Dat ga ik met veldgrauw doen. Oh. Ik kan hem eerst even schudden. Beetje veel, maar goed. Om eerst beter kunnen schudden. Dan moet ik hem nog een keer spuiten zo. Nou, ik ga even wachten tot het allemaal opgedroogd is. Dan kan ik weer verder. Oké, de helm is als het goed is droog. Ik ga nu veldgrauw ga ik eroverheen. En wat ik eigenlijk doe is eigenlijk zulke driehoekjes maken. Eigenlijk van die strepen. Ik weet niet of jullie het goed zien. Dat is wel genoeg zo. En dan ga ik er met mod brown een beetje overheen. Kijk, en dan zie je al een beetje die Normandie kleur goed overheen komt. En dat wil je. Kijk, dit is een mooi helmpje zo. Kijk, en dit is Normandie camouflage. Zo wil je hem hebben. Zo is het ook goed. En dan heb ik hier ook nog, heb ik toen een keer gemaakt. Het gaat zo voor de helm. Voor de helm. Dat is een sniper ding. Die ga ik dan vastmaken. Kippengaas gaat er zo overheen. Ik maak zo even een eindvideo. Als ik hem op de prop heb. Dan kunnen jullie hem ook helemaal zien hoe dit eruit ziet. En als hij helemaal kippengaas er weer op zit. Dit is wel mooi aan het drogen. Ik heb het iets te dik gedaan.
Deze spuitbussen drogen wel aardig snel op, dus. Alleen die had ik te dik gedaan, die gesp. Dus. Nou, we komen zo bij je terug. Het eindresultaat. Ja, dit is het eindresultaat. Er zijn een beetje wat krasjes op. Maar dat maakt niet uit. De oorlog gingen ze gooien dus ook gewoon met een helm. Dus als jij een paar steentjes hebt hier. Die heb ik hier. Ja. Die gooi ik er gewoon op. Artillerievuur. Kijk, dan krijg je allemaal van die realistische kastjes. Nou, als dit nou een bunkerplafond is, dan loop je gewoon tegenaan. Zie je? Maar het blijft een mooie helm. Die helmen bleven toen ook niet nieuw. Als je wilt dat hij er gebruik uitziet, draag hem als je hem in de tuin werkt, bij wijze van spreken. Met de zweet op. Of gooi de steentjes op. Of je moet hem gewoon gebruiken. Dan wordt hij heel mooi. Lijkt hij echt net echt. Nou, dit is alweer. Dit is voorlopig het laatste videootje. Ik ga deze afsluiten. En wacht op het volgende pakket. Ja, ik was nog een aantal dingen vergeten om toe te lichten. Allereerst, ik heb dit is de sniper camouflage op de helm aangezet. In de film Furry zie je ook een sniper die uiteindelijk Sergeant Warden die doodschiet. Aan het eind, in de eindscène. Die heeft ook een soort van dit soort camouflage. Wat ik nog vergeten te zeggen was dat ik nu Oberfeldwebel rangstrepen heb. Dat was ik niet vergeten te zeggen, maar ik heb hier wel Gefreiter embleem. Dat lieten ze er meestal op zitten, die Duitsers. Ja, het was toch wel mooi als je je oude rang nog erop had. En dan moest je het helemaal eraf toren, en deden de meesten niet. Als je hier werd bevorderd, dan ging de oude eraf, ging de nieuwe erop. Dus deze bleven ze meestal, lieten ze zitten. En als Oberfeldwebel hoor je hier ook een krans te hebben, maar dat werd meestal niet gedaan, omdat er zijn ook foto's van, die heb ik ook, dat veldwebels en oeberveldwebels, die hebben dan hier een krans, de kraag, die dat niet deden. Dat werd gewoon gedaan, in het veld werden ze dan bevorderd en toen hadden ze niet dat soort lint en of ze hadden geen tijd om het eraan te maken. Dat zijn natuurlijk gewoon twee knoopjes, knoopje doorheen halen. Twee lusjes met een knoopje. En het zit erop, die aanduiding. En dit moet je helemaal naaien. Dus dat werd meestal niet gedaan. Ik ga nu echt wachten op het volgende pakket. De koppelriem zit erop. En de koppelhaak zit er ook op. Het was echt een rotwerk om het erop te krijgen. Zwaar klusje. De Normandie camouflage helm is heel mooi gelukt. Kijk. Deze zit er niet goed dan. Zo. Dan zit die beter. Nou, mooi uniform ben ik aan het maken. Nou, gaan we wachten op het volgende pakket. Tot dan. We hebben zojuist weer een pakketje ontvangen van Militaria for You. En die gaan we even openmaken. Deze kant. Box open. Er zit uiteraard weer Duits materieel in. Tweede Wereldoorlog. En hier de Duitse etensblik. Ja, die gaat dan zo open. Dan heb je een pan. Dan heb je nog een bakje. Dus dan, dit kan als drinkbeker of als pan dienen. Dan heb je hier nog eentje. Die kan weer zo door het gleufje zo hier doorheen. En dan hebben we hier een pan om je aardappels in te koken of voor soep. En zo deden de Duitsers dat.
Engelsen hebben natuurlijk van die pannetjes. En de Duitsers hebben eigenlijk zo'n etensblik. De Poolse hadden toen die tijd dat ook. En de Fransen hadden ook dat soort modellen. Dan hebben we hier een sniper camouflage net voor over het hoofd. Ik ga natuurlijk als sniper, Duitse sniper, is mijn uitdrukking. Dan hebben we hier het A-frame. Zal ik daar wordt achterop op de soldaatse rug bevestigd te worden aan een J-riem. Zal ik daar laten zien. Dan hebben we hier Duitse laarzen. Dat is... Dat zijn de Duitse marslaarzen, gewoon manschappen, die heb ik gekocht. Daar heb je het visitekaartje en de retourbrief. Nou, nu ga ik het eventjes allemaal, allemaal plaatsen zoals het hoort. En dan hebben we hier de spullen die we net hebben unboxed, hebben op de poppen aangekleed. Nou, hier zie je al een beetje het verschil met het vorige filmpje. Nou, hier zie je de sniper net. Die werd over de helm gedragen. Zo zie je het gezicht ook minder. Toen hadden ze nog geen camouflage. Deden ze wel met modder. Maar ja, dat bleef niet echt zitten. Dus deden ze dit soort dingen. Ook dat zelfgemaakte net. Met die touwtjes zo. Verticaal. Dat deden ze ook zelf maken. Dit werd wel uitgegeven. Voor snipers. En hebben we hier aan de achterkant. Hebben we het A-frame. Zo, dat piept heel erg. Hebben we hier de... Volgens mij net na oorlogse kochkersje. Dat is het etensblikje waar ze het eten mee maken. We hebben hier een originele gasmaskerblik uit Apeldoorn. Ik moet nog een replica gasmaskerblik halen, maar die heb ik nog niet gehaald. En hebben we hier achter het A-frame. En daar hing eigenlijk alles aan. Aan de, waar het gasmaskerblik hangt, kon ook de jas hangen of de zeltbaan. Dat is eigenlijk een tentcel, die kon dan... Over dwars, maar ik heb nu even dit als voorbeeld gebruikt. Het is een mooie sniper uitdrukking. Ik ga nog een smok kopen. Een gecamoufleerde soort van trui, heel dun stof. Je hebt ze ook voor de helmnetten. Heb je dat ook. En dat is gecamoufleerde materiaal, zodat je mijn uniform niet ziet. Alleen camouflage, dus dan zie ik ook minder uit. Daar ga ik ook nog emblemen op zetten. Maar ik denk dat ik, zoals het goed is, ben ik nu klaar. Gewoon het standaard uniform, de laars heb ik binnen, de broek, het uniform, de uitrusting. En dan ga ik binnenkort een filmpje maken dat ik hem helemaal aan heb. En er komt nog een deel 2 en dan ga ik de K98 tot sniper maken. En meer de sniper kant op. Dus ook de gecamoufleerd materieel laten zien. Dit is dus deel 1 en deel 2 komt ook nog. Dus hierna komt een filmpje dat we waarschijnlijk dat ik het helemaal aan heb. En jullie gaan vertellen wat is als ik het aan heb en hoe het zit en zo. Nou, bedankt voor het kijken. Ja. Hey, tof dat jullie weer kijken. Ik heb beloofd, ik zal het even afdoen. Dit is het sniper camouflage net. Ik heb box in de vorige video. Ik heb jullie beloofd om het eindresultaat te laten zien van mijn Duitse uniform. Dit is ook het laatste filmpje van deel 1, Duitse uniform. Deel 2 komt ook in de maak. Zoals ik al gezegd had, heb ik een K98 gekocht van mijn beste vriend Geert. Die hebben jullie ook al gezien. En dit is eigenlijk wat ik aan heb. Is de etensblik. Mijn roodzak ligt daar ook. Mijn munitiepouwtjes, mijn M35 staalhelm. Mijn velbloes heb ik heel mooi verouderd. Zoals je kan zien. Knopen ook verouderd. En dit is een beetje het eindresultaat. Dan hebben we hier ook nog een Duitser staan. Geert. Hij heeft de MP40 en de MP40 pouwtjes. Het is natuurlijk een alternatief hoe je kan kleden. Hij heeft ook mijn jas aan. Die ik ook in de vlog heb laten zien. Hij heeft ook andere schoenen. Schoenen met keters. Werd ook veel gedragen. Vooral aan het eind van de oorlog. Dus dan zien jullie een beetje van hoe de Duitsers eruit zagen toen die tijd. Als Alwin even zijn camera naar ze toe draait. Als hij toedraait, gewoon zo omdraaien. Dan zie je Alwin als Canadees. En we hebben het heel veel gehad over Canadezen. En we vonden het toch wel
leuk om een hele lange episode, deel 1 is dit, over Duitsers te maken. In deel 2 gaan we van deze gaan we een sniper rifle maken. En dan zal ik ook nog wat andere dingetjes erbij kopen voor mijn Duitse uniform. Dankjewel voor het kijken en blijven abonneren. Yeah.